Ik wil samen met jullie tot één besluit komen. Waar gaan we naartoe? Eigenlijk wilde ik met deze klas in coronatijden toch een klasuitstap doen, een excursie doen over de leerinhouden die we dit schooljaar hadden gezien. Ik heb gekozen voor het gesprek op voeten omdat het op een plezante manier mensen of een groep een beslissing doet nemen waar de hele groep zich in kan vinden. Wie een idee heeft, zet één stap naar voren en hij poneert zijn idee. Belangrijk daarin is, ik spreek in de ik-vorm. Ik denk dat we het best naar Bokrijk gaan, omdat het daar veel rustiger is. Daar is ook veel meer natuur. Ik vind het belangrijk. Of ik wil dit. En al de mensen die dat idee herkennen, die komen achter hem staan. Mensen die zeggen, ik kan me helemaal niet vinden in dat idee, die gaan aan de andere kant staan. Als leerkracht is het heel belangrijk om dan naast degene te staan die het stap naar voren heeft gezet. En dat je het probeert in andere woorden samen te vatten wat eigenlijk de boodschap is die hij geeft. Arthur, vertel eens man. Wat maakt dat jij daar niet bij kunt gaan staan? Wat is de oei? Die nee-stem die maakt het eigenlijk inclusief. En als we die minderheidsstem kunnen toevoegen, dat is een wijsheid. Arthur zegt, ik wil meegaan in het verhaal wat jullie voorstellen. Maar voor mij is het wel belangrijk dat ik weet hoeveel euro iedere persoon dan dient te investeren in de lunch. Wie kan daarin meegaan? Ja, je zag ook op een bepaald moment een jongen stond alleen en hij voegde de wijsheid toe. En eigenlijk gaat op dat moment de hele groep achter hem staan. En dat gevoel, die ruggensteun van een hele klas. Ah ja, maar als hij dat nodig heeft, dan kunnen we ons daarin vinden. Daarom heeft het gesprek op voeten voor mij een meerwaarde, omdat het meer is dan tot een besluit komen. Kinderen of leerlingen leren empathie tonen, aanvoelen wat heeft de anderen nodig. Ik denk dan dat ik hun iets bijleer rond burgerschap en rond spreekdurf en een klein beetje de rebel durven zijn, durven zeggen waar het op staat. Ik zou het iedereen aanraden, omdat ik het gevoel heb in de klasgroep waar ik het doe, dat de verbinding sterk wordt. Jee, Levi is aangesloten. De voorbereiding vind ik altijd belangrijker dan de excursie zelf. Als ik dit op een fijne manier kan doen, dan weet ik dat die excursie eigenlijk al voor een stuk geslaagd is. Hè? Voilà, dan gaan we stemmen. Wie wil er allemaal naar Bokrijk gaan? Ik denk dat je dat ook ervaren hebt. Die handen gaan allemaal omhoog. Zo van, ja, we gaan samen naar Bokrijk. Iedereen wil naar Bokrijk. Voilà, we gaan naar Bokrijk. Goed zo. Dat is het mooie. Dat is wat ik wil bereiken. Dat de groep enthousiast is en inclusief één keuze kan maken.